Hoe is het om een Barbie schoonheidssalon te hebben? Bekijk onze nieuwe video om erachter te komen. Laten we een spiegel maken voor onze schoonheidssalon. Bekleed een plastic wattenstaafje bakje met foampapier. Lijm schuimpapier op de bodem. Knip planken uit karton. Verwijder de steun van de spiegel. Haal het bevestigingselement eraf. Bevestig het aan de achterkant van de spiegel. Maak een snede zoals deze. Installeer de spiegel. Hier is mijn eerste klant. Ik heb je hulp echt nodig. Mijn vorige kapper heeft mijn haar verpest en nu ben ik kaal. Kun je het maken? Je bent naar de juiste plaats gekomen. Ga zitten en maak je geen zorgen. We krijgen je haar terug. Neem een satijnen lint van de juiste kleur. Brand het aan één kant. Maak het lint aan de andere kant los. Vorm strengen van het haar. En we maken ze gewoon vast aan je hoofd. We maken er mooi, lang haar van. Wauw! Bedankt! Ik vind het geweldig! Ik droom al tijden van zo'n mooi haar. Mijn werk hier zit erop. Ik was blij dat ik kon helpen. Ik hou van mijn nieuwe kapsel. Ik was bijna vergeten hoe het voelt als de wind met mijn haar speelt. Neem lege shampoo en douchegelflessen. Schets een wasbak. Knip de hals van een fles. Bevestig een plastic wasbak. Besier de wanden van de fles met schuimpapier met glitters. Maak planken van karton. Zet er een speelgoedfauteuil bij. Ik heb een stijlvol kapsel nodig. Laten we eerst je haar wassen. We gebruiken alleen de beste haarstylingproducten. Je zult het eindresultaat geweldig vinden. Laten we van onze kapotte koptelefoon een haardroger maken. Neem een koptelefoon. Verwijder het oorknopje. Haal het topje van de glitterlijm. Knip de bovenkant eraf. Bevestig het aan de koptelefoon. Bedek het met glitternagellak. De haardroger is klaar. Laten we je haar drogen voordat je het gaat stylen. Verwijder de draad van een tweede koptelefoon. Bevestig een metalen rietje aan een draadje. We hebben een stijltang gemaakt. Gebruik een stijltang om een perfect kapsel te krijgen. Kijk eens naar deze mooie krullen. I love it! Neem een mascara met een dikke borstel. Verwijder de rest van de mascara met een nat doekje. Haal de borstel uit elkaar. Doe een ringetje aan de onderkant van de borstel. Versier het met een strassteentje. Een stijlvolle haarborstel is klaar! Mijn haar is een puinhoop. Kun je me helpen? Wij zijn professionals. Maak je geen zorgen. Eerst borstelen we je lange haar. Dan knippen we het. Zet het haar vast met een haarband. Maak een knot. Het is klaar. Ik vind het geweldig. Neem een tandpasta dopje. Maak het schoon met een wattenstaafje. Breng lijm aan op een glad oppervlak. Vorm een bodem. Vul het met shampoo. Lijm een bedrukt L'Oréal-label. Hey vriendin, ik heb je al lang niet meer gezien. Je bent in verwachting, gefeliciteerd. Dat ben ik en ik heb echt haarverzorging nodig. Ik zal je helpen. Laten we beginnen met je haar te wassen. Onze producten zijn veilig voor zowel moeder als baby. Het ruikt zo lekker. Laten we haarlotion aanbrengen. Droog het en nu is het klaar voor styling. Je bent er klaar voor. Ik zie er geweldig uit. Bedankt, je bent de beste. Ik was blij dat ik kon helpen. Schets een doos op een stuk papier. Knip het uit. Vorm de doos. Plak een gedrukt etiket voor wasstroken op. Knip stroken uit stickerpapier. Doe ze in een doosje. Wat kan ik doen om mijn benen glad en glanzend te maken? Waxstrips zullen het werk doen. Maak een waxstrip vast aan je been. Trek het er dan af. En je verwijdert het haar op hetzelfde moment. Het is geen aangename procedure, maar als je het wil doen, voel je vrij. Knip een klein strookje uit een nagelfijl. Een mini-nagelfijl is klaar. Gebruik een leeg plastic bakje. Verwijder het deksel. Teken kleine visjes met acrylverf. We hebben een voetbad gemaakt. Lijm een druppelvormige kraal op een bloemvormige kraal. Een lotionfles is klaar. Ik hou van voetverzorging. Het voetenbad is klaar. Ik heb alleen nog lotion nodig. Dit schuim is zo geurig.
Na het weken van mijn voeten is het tijd voor een pedicure. Mijn voeten vinden het heerlijk. Mijn baby kan soms een beetje ongeduldig zijn. Het is zo moeilijk om haar haren te borstelen. Ik zal je in een sprookjesprinses veranderen. Eerst moeten we je warrige haar borstelen. Dan krul je het met een strijkijzer. En versieren met een parel en een clip. Klaar! Yay! Ik ben een echte prinses! In mijn ogen ben je altijd een prinses. Teken lengte en breedte af op een stuk piepschuim. Vorm het rechthoekige deel. Kies een bladzijde met een houten patroon. Vorm het zo dat het op het stuk piepschuim past. Knip de stukken uit. Breng hete lijm aan. Bedek de zijkanten met stroken papier. Het frame voor een massagestoel is klaar. Neem houten ijslollystokjes. Maak gelijkmatige randen. Laat de helft van het stokje met een afgeronde rand. Bevestig twee stokjes met twee gelijke randen. We hebben 6 poten gemaakt. Doe lijm op het buitenste deel. Maak het vast aan het frame. Snij stukken voor een matras uit schuimrubber. Het is precies de goede maat. Teken een opening voor een hoofd. Knip het uit. Schets een matras of even schuimpapier. Knip het uit langs de bevestigingslijnen. Lijm er een stuk schuimrubber op. Knip een strook schuimpapier uit. Bedek de bevestigingspunten aan de zijkanten van de hoofdopening. Verbind de matrasdelen. Lijm een strook schuimpapier vast. Installeer een hoofdsteun. De massagestoel is klaar. We moeten alleen de hoofdsteun nog vastzetten. Gebruik een dikke draad. Vorm een rechthoekig stuk. Zet het erop. Verwijder het bovenste deel van de decoratieve pennen. Installeer ze als fixators. De massagestoel is klaar voor de klanten. Laten we een handdoek en een badjas maken van een washandje. Knip een stuk badstof door het midden. Breng hete lijm aan op de randen. Kies wat kleurige singels. Maak het vast aan de zijkanten van een handdoek. Deze handdoek is zo zacht en mooi. Buig de randen van een stuk badstof. Meet de lengte van de pop. Knip stukken van de juiste lengte. Rond de randen af. Leid ze aan elkaar. Voeg mouwen toe. Keer de goede kant naar buiten. De badjas is klaar. Rol de mouwen op. Deze badjas is het zachtst. Ik heb een goede massage nodig. Kom met me mee. Je vindt een handdoek en een badjas op de stoel. Deze badjas ziet er geweldig uit. Ik kan niet wachten om hem aan te trekken. Maak het je gemakkelijk op deze massagestoel en we kunnen beginnen. Eerst een nek- en rugmassage. En we moeten ook de benen en voeten werken. De massage was geweldig. Ik voel me zo ontspannen. Neem plastic kralen van de juiste kleuren. Dit wordt een nagellakflesje. Knip een klein stukje uit een rietje. Knip een veer. Knip het bij. Kneed lichte klei. Vul het rietje. Bevestig een penseel. Bedek de klei met blanke nagellak. Bevestig een flesvormig kraal aan een dop. Maak nagellakflesjes in verschillende kleuren. Maak plankjes voor nagellakflesjes. Breng lijm aan op een ijslollystokje. Maak de zijkanten van de ijslollystokjes vast om de plankjes te vormen. Voeg een tweede ijslollystokje toe als houder. Maak het vast aan de muur. Neem een puntenslijper. Het ziet eruit alsof het geen potloden meer slijpt. Laten we er een manicurelamp van maken. Verwijder het doosje. Bedek het met acrylverf. Voeg een glitterlaag toe. Knip een ovaalvormig stuk uit schuimpapier. Doe het in een potloodetui. Haal een ledlampje uit een ballon. Installeer het in een plastic etui. Knip een strook uit paars plastic. Steek het in de UV-lamp. Knip een controlepaneel uit schuimpapier. Knip het bovenste deel van een tandpastadopje af. Laat het ronde gedeelte zitten. Buig een draad. Knip het buigzame deel van het rietje af. Leg het op de draad. Knip de helft van de rubberen bal af. Maak het andere uiteinde van de draad vast. Doe een ledlampje in een buisje. Bestrijk de zijkanten van een plastic flessendop met hete lijm. Maak het vast aan de buis.
Geef de lamp vorm. Kies een bijpassende singelband. Bedek hem met singelband. De lamp is klaar. Ik wil een nieuwe manicure. We hebben zoveel verschillende kleuren nagellak. Kies er maar eentje uit die je mooi vindt. Ik wil een felgele. Laten we beginnen met een voetspa. Vorm de nagels. Ik zal een nagelvel gebruiken. En nu kunnen we nagellak aanbrengen. Laten we een UV-lamp gebruiken, zodat de nagellak sneller droogt. Nog even en je manicure is klaar. Het ziet er geweldig uit. Bedankt. Waar heb je het meest van genoten? Een spiegel, een haardroger, een massagestoel of nagellak. Like onze video, abonneer je op Lalilu en klik op het belletje, zodat je geen van onze nieuwe video's hoeft te missen.